De tweede week van het ISAF WK hier in Perth is van start gegaan. En daarin doen mee, vanuit de Deltaloid kernploeg in de 470-klasse bij de vrouwen Lisa Westerhof en Lopke Berkhout. Bij de RSX mannen Dorian van Rijsselbergen en in de laserklasse Rutger van Schaardenburg en Roelof Bouwmeester. Op de voorlaatste dag van het WK zeilen in de Olympische klasse houdt de windsurfer Dorian van Rijsselbergen de spanning erin. In race 9 en 10 had de Teslaar twee keer een beroerde start. Maar gaf zich niet gewonnen. Tot twee keer toe zette de joviale windsurfer een geweldige inhaalrace in. Uiteindelijk liet van Rijsselbergen een derde en een achtste plaats optekenen. Daarmee staat de Nederlander slechts een punt achter de Pool Piotr Mitska, de huidige wereldkampioen, die voor het eerst aan de leiding gaat in de strijd om de wereldtitel. Morgen valt de beslissing. Ja, het was een interessante dag. Nog eentje. Super slechte starts gemaakt en mooie inhaalrace gevaren. Dus het was wel heel erg opwindend en interessant. Maar als ik het had mogen aftoppen met een eerste plek of in ieder geval nog een goed resultaat, dat zou wel mooier wezen. Je staat nu tweede. Morgen spannende medalrace. Heb je al stiekem nagedacht wat je gaat doen? Ja. Ik ga hem echt helemaal. Nee, ik ga morgen lekker varen. Als het morgen is, het hopelijk stuk weer, zoals vandaag. Dus lekker rondknallen. Ik heb vandaag het een beetje uit handen gegeven. Het was gewoon jammer, slordig en het had niet gehoeven. Ik bedoel, ik ga snel genoeg en ik friekte een beetje uit, denk ik. Lisa Westerhof en Lopke Berkhout komen vandaag sterk terug naar hun dramadag van 16 december. Met twee keer een zesde plaats klimt het zeilduo naar een tiende plek en plaatsen de huidige wereldkampioenen zich nog net voor de medalrace. Het ging nog steeds niet vlekkeloos, maar in ieder geval zitten we bij die top 10. We zijn het zeilen niet verleerd. We hebben alleen een evenement gehad wat eigenlijk... We hebben gewoon onder ons niveau gepresteerd en we kunnen prima zeilen en we blijven gewoon vol goede moed. Ik bedoel, er is absoluut niks verloren, maar het is gewoon heel zonde om zo je titel te verspelen. Morgen gaan we zeker genieten, we doen lekker mee en we kunnen niet veel meer stijgen. Maar wie weet kunnen we hem winnend afsluiten, die medal race. En dat is toch ook altijd wel een mooi showtje. In de laserklasse konden Roelof Bouwmeester en Rutger van Schaardenburg beide geen indruk maken. Bouwmeester eindigde als 31ste en van Schaardenburg als 26ste. Beide zeilers trainen met elkaar en vechten tegen elkaar voor die ene exclusieve plek per land op de Olympische Spelen in de laserklasse. Nu kon van Schaardenburg de nationale selectie afronden door een plek bij de top 8 landen te realiseren. Dat is niet gelukt, dus Bouwmeester krijgt nog een kans. Ik wou gewoon podium halen. En dat kon ook gewoon. En daarbij ook gewoon plaats voor de Olympische Spelen. En dat was ook allemaal niet al te moeilijk doel. En ik acht me ook echt wel mogelijk om dat goed te halen. Maar hoe ik nu gevaren heb, ben ik heel teleurgesteld. Dus ik dacht niet dat ik hier stond. En ik had me vooraf ook voorgenomen van ik ga gewoon mijn beste niveau aan de dag leggen. En dan mag Rutger het proberen te verslaan. En als hij dat doet, dan heeft hij dat goed gedaan. Maar goed, hij heeft blijkbaar net zo'n kut week achter de rug. Dus dan moeten we allebei nog even aan de slag. Het voordeel van is wel... voor mij is het gewoon het voordeel dat het doorgaat. Ik heb het niet zelf afgedwongen, dus voelde het niet beter om. Maar goed, feit is wel dat we gewoon doorgaan naar volgend jaar. Ja. Morgen de medal race met Lisa Westerhof en Lopke Berkhout in de 470 damesklasse. En Dorian van Rijsselbergen, die natuurlijk voor het goud gaat.